Brexit wordt door velen met afgrijzen tegemoet gezien. Maar als het aan de VVD-gedeputeerde ligt, levert het kansen op. Ook voor Nijmegen. Nijmegen is de beste locatie voor deze Europese instelling, vindt de VVD. Om ervoor te zorgen dat de European Medicine Agency naar Nijmegen komt, moet er wel actie ondernomen worden. Ja, de Brexit heeft enorme kansen. Er zitten een aantal Europese instellingen bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. En met het vertrekken van Groot-Brittannië uit de Europese Unie betekent ook dat die instellingen naar andere landen moeten gaan. En dat, dat biedt kansen voor bijvoorbeeld Nederland om extra Europese instellingen in Nederland te krijgen en daarmee extra werkgelegenheid te creëren. Het gaat om de Europese Medicijnenagentschap. Dat zit momenteel nog in Londen. En men is nu aan het kijken waar dat die herplaatst gaat worden. Het Rijk is nu bij de Europese Commissie voor aan het lobbyen om het naar Nederland te halen. En Amsterdam heeft zich inmiddels al gekandideerd als mogelijke locatie. En ik zou graag zien dat de EMA in de regio Arnhem-Nijmegen terechtkomt. Omdat we hier veel farmaceutische industrie hebben. Denk alleen maar aan Synthon hier in Nijmegen, een grote medicijnenfabrikant. Daarnaast hebben we de Radboud Universiteit, hoogwaardige kennisinstellingen. En uniek denk ik is dat we daarnaast in deze regio ook een hele sterke juridische sector hebben. Nou, en dat alles met elkaar gecombineerd, daar heb je de ideale voedingsbodem voor zo'n instituut als het Europees Medicijnenagentschap. Nou, we hebben nu vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten om te vragen of de lobby al is opgestart. Als dat nog niet zo is, dan willen wij dat die lobby zo snel mogelijk wordt opgestart samen met de gemeente Nijmegen en Arnhem en andere stakeholders zoals de Economic Board. Want samen met een krachtig geluid kunnen we misschien het Rijk nog van gedachten doen veranderen en hen overtuigen dat de regio Arnhem-Nijmegen de beste regio is voor de EMA.